superleuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Vandaag gaan we een mooi stuk maken op oase in een pot. Dus laten we gauw aan de slag gaan. Als eerste wil ik jullie wat vertellen over oase. Wat je namelijk niet met de oase moet doen is onder de kraan houden of onder water drukken. Het is belangrijk dat de oase zelf het water kan opdrinken, zodat je geen luchtbelletjes van binnen krijgt en de oase helemaal goed volgezogen is. Laat het dus rustig het water opdrinken, zodat hij helemaal vol zit. Dan het plaatsen in de pot. Het is belangrijk dat je de oase zoveel mogelijk zo in de pot doet. Niet zo, want dan zul je zien dat de oase sneller droog wordt, maar stop hem zo in de pot. Ook is het belangrijk dat de oase een klein stukje boven de pot uitkomt. Zoals je ziet komt de oase een stukje boven de pot uit en ik ga zorgen dat hij even mooi glad gesneden is. Ook hier snij ik de zijkant even glad. Heb je nog plekjes over in de pot, kun je gerust daar de oase in stoppen. Zo hoef je niks weg te gooien. Goed, dan gaan we nu beginnen met de basis. Als basis gebruik ik fasciablad en aspidistrablad. En als aspidistrablad gaan we strikjes maken. Dit is eventjes oefenen, maar het geeft een heel leuk effect. Ik zal het jullie laten zien. Je scheurt het blad met je vingers doormidden. Zoals je ziet heb je nou twee bladeren. Dan doe je er eentje voorlangs en eentje achterlangs. En zo krijg je een strikje. Dan pak je een ijzerdraadje en die doe je er omheen. Zo heb je een leuk strikje voor de basis. Ik zou het nog één keertje weer voordoen. Je scheurt het blad met je nagels. Je drukt eigenlijk met je nagels een gaatje in het blad en je scheurt hem omhoog. Je draait het blad. Draait aan deze kant ook nog eens het blad. Dan hou je met één vinger het draadje vast en die andere buig je eromheen. Trek je hem aan en draait hem vast. Dit is even oefenen, maar het geeft echt een leuk effect en een goede basis. Ik doe dit ongeveer met 6 bladeren. Ik snij hem even goed schuin aan en steek hem aan de zijkant erin. En dit doe ik helemaal rond. Zoals je ziet is de onderkant nou mooi bedekt met het fascia, zodat je aan die kant geen oase meer ziet. Dan pakken we de strikjes, halen even het steeltje eraf en die steken we aan de zijkant. Weer om en om bij de fascia, zodat de fascia mooi naar beneden valt. Dan doen we er nog twee mooi bovenin. Zoals je ziet is nou al een heel mooi groot deel van mijn oase weggewerkt en heb je al echt een hele mooie basis. Omdat je uiteindelijk geen oase meer wilt zien, gaan we deze nu al zoveel mogelijk wegwerken. Zo maak je het jezelf eigenlijk al echt een stuk makkelijker. Ik gebruik hiervoor Filantia, mos en daarvoor gebruik ik ook ijzerdraadjes om het vast te zetten. Je pakt een plukje Filantia. En bedek hiermee al een groot deel van de oase. Het is niet erg als je nog een beetje oase ziet, want deze gaan we natuurlijk straks ook nog wegwerken met de bloemen. Maar als je al een goede basis hebt, dat scheelt al een hele hoop. Ik doe het op ongeveer 3 plekken met Filantia.
Hetzelfde doe ik met het groene mos. Zo, nu hebben we echt al een hele mooie basis. Er is al bijna geen oase meer te zien, dus dat is straks prettig werken. Je kan nog wel de bloemen er goed tussen steken, dat is wel belangrijk, maar je ziet al geen oase meer. Dan gaan we nu beginnen met de bloemen. Ik kies vandaag voor de bloemen in de kleuren paarsblauw-wit, maar je kan natuurlijk elke gewenste kleur kiezen. Het gaat eigenlijk vooral om de manier van steken en verder kun je daar je eigen draai aan geven. Ik gebruik hiervoor een hortensia, een alien sierui, witte gerbera's, 3 stuks, lysianthus, blauwe delphinium, avalanche rozen en een takje eucalyptus, zuiderwindlelie of ornithogalum en hypericum. Wat nu weer belangrijk is, is dat je even de onderkant van de stelen goed schoonmaakt, zodat je jezelf makkelijker maakt met verwerken. Dan gaan we nu beginnen met het schikken. Waar je goed op moet letten en waar je naar moet kijken, is welke vorm jouw bloem heeft. Zoals de delphinium heeft een lange vorm en daarom is het ook mooi om deze qua lengte hoog te schikken. Geef je bloemen wel genoeg ruimte. Dan de hortensia. Dit is een mooie compacte hortensia. Die ga ik dan ook in één keer gebruiken. Je hebt ook hortensia's die wat losser zijn. Deze zou je in delen kunnen gaan gebruiken. Ik snij deze ook even goed schuin aan, want dat is wel heel belangrijk. En verwerk deze in het geheel, in het bloemstuk. Ik steek hem er mooi diep in, want dan blijft hij mooi lang goed. Dan de mooie avalanche rozen. Deze geef ik een plekje aan de andere kant. Zo heb ik het wit straks mooi verdeeld. Kijk goed hoe de knop groeit. Deze lijkt er iets bovenuit te komen. Vervolgens steek ik de tweede avalanche roos er iets dieper in, zodat je mooi trapgewijs werkt. Dan heb ik hier mooie zuidwindlelies, ornithogalum. Ook deze laat ik in de lengte mooi groeien. Ik geef ze wel mooi de ruimte in het bloemstuk. De volgende zuidwindlelie verwerk ik weer iets lager, zodat je alle stelen mooi en goed ziet en de bloem echt mooi tot zijn recht komt. Draai af en toe even het bloemstuk, zodat je van alle kanten het stuk goed kan bekijken. Ik heb hier een mooi eucalyptus takje, ook deze heeft mooie lengte, dus die steekt er ook mooi op lengte in. Maar let dus goed op dat elke bloem goed zichtbaar blijft. Een mooie paarse lysianthus. Zoals je ziet blijf je elk bloem echt goed zien en heeft het wel de ruimte in het stuk. Kijk dus goed naar de verdeling bij je bloemstuk. De allium verwerk ik wat dieper. Dit vind ik qua verdeling in het paars-wit ook mooier. Zo krijg je echt één geheel. De gerbera. De gerbera kan je hoog of laag verwerken. Maar let op, deze heeft een wat zachtere steel. Je kunt dus het beste eventjes voorprikken in de oase met een andere steel. Wil je hem wat langer verwerken, zet hem dan eventjes op een draadje. Wanneer je een gerbera op het draadje zet, steek je het ijzerdraadje van 0,6 eventjes in het kapje. Dit doe je heel voorzichtig en je draait hem om de steel. Belangrijk is dat je het einde eventjes omhoog duwt. Zo krijg je geen weerhaakje. Ik snij hem dus goed aan, maar ik steek hem even met dit stokje goed voor. Je maakt dus al eigenlijk een beetje een gaatje in het oase.
Zit dan net een beetje een blad, die druk ik even een beetje opzij. Stik even door. Wanneer je hem op draad hebt, kan je hem ook net even iets spitser buigen. Ik vind het dan wel mooi om deze gerbraad dan ook op verschillende hoogtes te verwerken. Ook deze zet ik even op het draad. En deze wil ik laag verwerken, dus dan heeft hij geen draadje nodig. Wel steek ik even weer voor met de steel. Zo zie je dat de gerbera's trapgewijs ook mooi alle ruimte krijgen. Dan kijk ik eventjes waar ik nog gaatjes heb. En daar stop ik de hypericum tussen. Zoals je ziet hebben alle bloemen een mooi plekje gekregen in het bloemstuk. Ze hebben alle ruimte, je kunt ze goed zien en ze komen allemaal mooi tot z'n recht. Houd dus goed in de gaten dat jouw bloemen goed tot z'n recht komen in je bloemstuk. Maak het niet te propperig, maar zorg wel dat het één mooi geheel is. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien hoe ik dit bloemstuk gemaakt heb. En ik hoop dat jullie met plezier aan het werk gaan. In de beschrijving vind je een linkje waar je alle producten kunt bestellen voor deze cursus. En dan kun je lekker zelf aan de slag. Vond je het nou leuk? Doe een duimpje omhoog en abonneer gratis. Want zo blijf je op de hoogte van alle mooie bloemstukken en boeketten wat ik nog ga maken en wat ik jullie wil leren. Tot de volgende keer. Doeg!